hoe klein zoiets kan beginnen en hoe vertiefd je aan het einde kan zijn als je gewoon echt mega verslaafd bent. Van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over verslaving. 1 of 2 keer per jaar MDMA / ecstasy. Harddrugs doe ik misschien 1 keer in de 2 maanden, zoiets. Heel af en toe wat ketamine, maar dat is echt op 2 of 3 vingers te tellen. Alcohol gebruik ik wel in het weekend altijd wel. Als ik alcohol en hash ook meetel als drugs, want dat zijn het, dan dagelijks. Blowen doe ik ook wel vaak. Ja, eigenlijk nu ik wat ouder ben geworden, doe ik dat gewoon minder. Ik denk dat ik het nu nog 1 keer in de 2 maanden gebruik. Degene die zelf gebruikt heeft, ervaart het meestal als laatste probleem. Vaak zien mensen om ze heen, vrienden of familie, dat het tot problemen kan leiden. Als iemand nou gebruikt ter versterking of ter bevordering van plezier op een avond, hoeft het niet zo'n probleem te zijn. Gebruikt echt iemand om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan of om problemen te vergeten, op dat moment heeft iemand echt hulp nodig. Ja, ik ken zeker mensen die verslaafd zijn of verslaafd zijn geweest. Veel mensen in mijn leven gesproken die wel kampen met een verslaving of een verslaving hebben gehad. Nee, ik ken geen mensen die verslaafd zijn. Nee. Ja, ik ken wel mensen die verslaafd zijn en mensen die verslaafd zijn geweest. Maar mijn omgeving, die zijn ook wel wat ouder. Dus ze zijn ook wel vrij netjes geworden, sommige dingen. Dus ook met drugs en alcohol. Ja, het is gewoon heel kut hoe klein zoiets kan beginnen en hoe vertiefd je aan het einde kan zijn als je gewoon echt mega verslaafd bent. Het is best wel lastig om een goede inschatting te geven van hoeveel mensen bijvoorbeeld in Nederland verslaafd zijn of hoeveel mensen problematisch met alcohol of andere drugs omgaan. Dat komt omdat we het van heel veel mensen ook gewoon niet weten. We weten wel hoeveel mensen zich bijvoorbeeld aanmelden voor hulp. Maar de schattingen die er zijn, zeggen dat er in totaal zo rond de 2 miljoen mensen wel te kampen hebben met heftig, ernstig, problematisch drugsgebruik. Waarbij een heel groot deel gaat over de legale middelen, alcohol, tabak, maar denk ook aan slaap- en kalmeringsmiddelen. Mijn moeder zegt wel dat ik verslavingsgevoelig ben, maar zelf vind ik dat niet per se. Ja, ik ben zeker verslavingsgevoelig. Van mijn moeders kant is mijn opa, die kon wel goed drinken, ook alcoholist geweest. En de moeder van mijn vader is ook alcoholist geweest, dus het komt eigenlijk mee van 2 kanten. Ik ben denk ik niet verslavingsgevoelig, want ik vind het alsnog zoveel chiller om niet aan de drugs te zitten dan wel. Ik heb echt een hele sterke rem in mij zitten. Ik weet ook dat als ik me minder chill voel, dat juist niet het moment is om drugs te gaan gebruiken. Je hebt ook gewoon echt veel mensen die verslaafd zijn aan aandacht, verslaafd zijn aan seks, verslaafd zijn aan tv kijken, verslaafd zijn aan eten. Ja, het zijn allemaal wel dingen waar ik mezelf ook wel in herken. Dus ik probeer er wel altijd echt op te letten van, kan je ook zonder dit? Die wordt voor een groot deel bepaald door erfelijkheid. Dus je kan erfelijk belast zijn met dat jij nou eenmaal makkelijker verslaafd raakt aan drugs, maar bijvoorbeeld ook aan gokken of aan andere dingen dan andere mensen. En dat heeft allemaal met verschil in je hersenen te maken en dan vooral in het beloningscentrum. En hoe je dat verder eventueel zelf kunt merken, los van dat je misschien ouders hebt of familieleden waarvan je weet die verslaafd zijn geraakt, is als je weet van jezelf dat je niet zo heel snel je beloont of je lekker voelt. Ik gebruik het echt alleen maar recreatief. Dat is sowieso een belangrijke. Ik denk echt dat je scherp moet houden voor jezelf. Dat je het als een extraatje, als een kers op de taart. Daarin moet je het alleen maar doen. Ik bepaal gewoon voor mezelf heel duidelijk waar mijn grenzen liggen. Dus bijvoorbeeld ook met psychedelica, ook al is het misschien niet in de letterlijke zin verslavend, maar probeer ik wel het echt in te plannen. Dus dan, over 3 maanden ga ik met deze mensen daar en daar truffels doen. En gewoon eens in de zoveel tijd. Je kan niet iedere week drugs gebruiken of 1 keer in de maand. Dat is alsnog echt heel veel. Weet de limit, weet waar je moet stoppen, weet je. Heb een gezellige avond, maar wel gewoon met mate. Met mate als vrienden, maar ook met mate, dus niet te veel. En ik denk ook dat je je moet afvragen waarom je het leuk vindt om zo hard te gaan. Door al die dingen bij elkaar hou ik mezelf gewoon goed in de hand.
En daar ben ik heel blij om. Weet je, doe je dat omdat je gewoon zin hebt om een avond te dansen? Of doe je het omdat je je chiller voelt als je naar de tering bent dan dat je je normaal voelt? Omdat je, weet ik veel, heel erg gestrest bent of problemen hebt thuis of problemen hebt met jezelf? Wat je kan doen als iemand in je omgeving verslaafd is, ga met deze persoon praten. Spreek hem erop aan. Zorg in ieder geval voor dat je duidelijk maakt dat je iemand wil helpen. Zoek eventueel op waar je geholpen kan worden. Er zijn genoeg sites op bij de huisarts en dergelijke. Maar het allerbelangrijkste is, zorg voor jezelf. Zorg dat de persoon die je gebruikt niet over je grenzen gaat. Bepaal je grenzen. Geef aan dat je jullie wil helpen, maar bewaak je grenzen. Hoe gaan rechters nou eigenlijk om met jou als je verslaafd bent? Nou, dat ligt eigenlijk aan de mate van je verslaving. Als het een lichtere verslaving is, dus bijvoorbeeld je pleegt een winkeldiefstal omdat je geen geld meer hebt vanwege je cocaïneverslaving, dan kan een rechter daar zowel juist een hogere straf aan je opleggen of een lagere straf. Sommige rechters die houden er rekening mee en die vinden dan dat het iets minder aan jou te wijten is. En anderen die vinden juist, nou, eigen schuld, dikke bult, had je het maar niet moeten doen.